Dames en heren, staat hij aan? Ja, hij staat aan, dit is de microfoon, dank u wel. Het is net een echte koorrepetitie, want die begint ook op een of andere magische reden altijd later. Wij zijn ooit 21 jaar geleden begonnen met een aanvangstijd van 8 uur. Inmiddels ben ik al blij als we om 9:05 altijd aftrappen. De glijdende schaal gaat steeds verder. Mijn enige hoop is dat mensen op een gegeven moment denken van nou, als het mijn laatste repetitie wordt, dan kom ik zeker op tijd. Dat is niet wat ik hoop natuurlijk. Dames en heren, dit is het Amsterdam Smartlappenkoor en er is nog meer aan de hand vanavond. Dat kunt u niet zien, maar boven de lampen hangen allemaal microfoons en we hebben het plan om vanavond een nieuwe cd te maken. Daarom wil ik heel even met jullie het applaus oefenen. Want je weet maar nooit of we dat nog gewoon op nummers die ze maar helemaal niet lukken... of die je gewoon eigenlijk helemaal niet leuk vindt... dat u toch later denkt van, wat een enthousiast applaus. Dat kan me niet herinneren, maar dan hebben we dat er gewoon weer tussen geplakt. Oké, dus even voor de techniek boven. Zijn jullie klaar? Hebben jullie ook al een beetje dat begin geroezemoes? Want dat vond ik zo mooi. Dat hebben jullie ook al. Oké. De ambiance hebben we al. Nou, hier komt dan even het eerste daverende applaus. Okay. Ja, nee, die hebben we niet nodig. Het eerste nummer wat wij gaan doen voor jullie, dat heet Rode Rozen, heb jij mij gegeven. Yeah.
hoeft de last van haar bestaan. Geen kind dat zich met hem bemoeide, hij zat heel achter in de klas. Geen mens die ooit eens met hem stoeide, zodat hij een verschoppeling was. Het kind van de straat, mij, dat hoort er niet bij. Vervloekt is zijn moeder, vervloekt is ook hij. Dat joch van die stoei, daar speelt niemand mee. Hij is immers het kind van een prostituee.
Thank you.
De buurt waar ik als jongen speelde, waar ik in de kleine straatjes vocht, waar ik lief en leed en armoede deelde, en voor een cent een duim erop kocht. De zondagschool was voor de zondag, en smaandags opgewarmde kliek. Een wijk die in het hart der stad lag, vlak achter een azijnfabriek. Mijn buurt, zo mag ik het wel noemen, met ooms, tantes bij de vleet. Ik kan mezelf erop beroemen, dat ik nog alle namen weet. Waar zijn die mensen toch gebleven? Ze konden niet buiten elkaar. Die buurt, dat was hun hele leven, soms wil je het vergeten maar. Zonder kans op gratie, niet passend in de maatschappij. Wat weet de nieuwe generatie nog over deze buurt van mij? Ik kan er uren over praten, het wordt een eindeloos verhaal. We zullen het er maar bij laten, want wie verstaat nog onze taal? De buurt gaat een oude huis in.
in gedachten, op een handje op haar liefste te wachten. Ze wachten vergeefs op haar lief, daarom schreef ze hem deze brief. We hebben onze liefde gesproken. Nu hebben we haar hartje verbroken. Geloven in jou het geluk. Al dat moois is nu stuk. Waarom liet je mij zo alleen? Ik kan niets zonder jou om me heen. Zeeman, waarom moet je varen? Zeeman, waar is toch je thuis? Altijd weer lokkende baren, altijd weer trek je van huis. Rio, Shanghai en Tahiti, steeds weer.
Als voorheen.